Eugène Albert Gessel, een van Surinames grote zonen, is vanmiddag met staatseer gecremeerd. Oom Shenny is 101 jaar geworden en was van huis uit historicus. Eugène Gessel had vele vrienden en dat was op deze dag ook te merken. Verschillende sprekers, waaronder staatsrechtgeleerde Sam Polanen, kwamen Eugène Albert Gessel hun laatste eer bewijzen. Ik had u helemaal willen vertellen over Oom Shenny. Want er valt veel over deze man te zeggen. Ik heb er vanaf gezien, omdat Oom Shenny tijdens zijn leven opdracht heeft gegeven aan een biograaf om zijn biografie te schrijven. En die biografie is bijna klaar. Dus er is er mij niet zoveel om aan nieuws niet voor te houden. En ik hoop dat u later die biografie zelf zult lezen en zelf de verhalen dat u zult nemen. Minister Marie Levens van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was namens de regering aanwezig. Levens ging in op de bijdrage die Gessel heeft geleverd voor het onderwijs. Zij het dat hij het onderwijsveld als professional bijna verliet toen ik kwam aankruipen als jong professional. Dr. Gessel heeft lang het onderwijs in Suriname gediend op vele posten. Hij is een professional die gegroeid is in dat systeem. En hij kende werkelijk alle hoeken van dat onderwijsveld. De weg van districtskwekeling tot docent en directeur van de lerarenopleiding was lang. Maar het bezorgde hem die kwaliteit die zo hard nodig is in ons onderwijs. Hoewel hij ook in Nederland een goede staat van dienst had in het middelbaar onderwijs, zijn wij hem vooral dankbaar dat hij die kennis en ervaring heeft gedeeld met dit mooi land.